Hermes DVS heeft een nieuwe voorzitter, Martin Meijer. Martin, waarom ben je voorzitter geworden? Ja, nou dat is een hele makkelijke vraag. Want wie wil er nou geen voorzitter worden van de Hermes DVS? De mooiste club van Nederland, een van de oudste clubs van Nederland. Daar wil iedereen iets voor doen en zeker voorzitter van zijn. Wat wordt er van een voorzitter gevraagd bij Hermes DVS? Een voorzitter moet iedereen bij elkaar houden. En zorgen dat het altijd gezellig en plezierig op de club is. En zorgen dat het ook financieel goed gaat... Uh, maar ook sportief uh, uh, moet alles uh, op rolletjes lopen. Je hebt een eigen Hermes-verleden? Vertel er wat van. Ik ben in 1969 op, bij Hermes DVS terechtgekomen voor de ballotagecommissie. De heren Glansbeek, uh, Baris uh, en Lubeek, denk ik. Dat die z'n drie hebben besloten, uh, in gesprek met mijn vader en moeder, dat ik lid mocht worden. Even voor de jonge kijkers, wat is de ballotagecommissie? Een ballotagecommissie die bepaalt of je wel lid mag worden van, uh, van een uh, vereniging. En Hermes ging er prat op uh, dat er een ballotagecommissie was. Uh, het waren ook leden genoeg, dus uh, je kon niet altijd lid worden uh, bij een vereniging. Hermes, DVS werd in die tijd wel een beetje elitair genoemd. Heeft dat met die ballotagecommissie te maken? Dat weet ik niet of dat allemaal wel zo is. Uh, die, die verhalen gaan natuurlijk wel... Er waren twee grote verenigingen natuurlijk in, de, in Schiedam, SVV en Hermes. Uh, Hermes was van de goede burgerij en uh, SVV was zogenaamd van de arbeiders. Uh, ik heb die, die, die verschil eigenlijk nooit meegemaakt. Uh, en zeker niet omdat het leuk is dat mijn schoonvader een echte SVV'er was. Uh, en ik een echte Hermes DVS-kist geworden ben. Toen ging de kleine Martin voetballen. Weet je nog wat namen uit die tijd? Martin Glansbeek, uh, Bas van Noordwijk. Daar heb ik jaren mee gevoetbald. Dik Schaap... Uh, de, de Rozen, Hans de Roos, Paul de Roos, uh, Frits de Nijs, noem ze maar op. Uh, echt ont, ontzettende goede voetballers, ook allemaal. Uh. Tijd voetbal de Hermes, nog in de tweede klasse betaald voetbal. Dat is niet zo leuk afgelopen, dacht ik. Uiteindelijk uh, zijn ze er eigenlijk uh, uitgesaneerd uh, uit het betaald voetbal. Maar ook dat waren nog wel leuke jaren, ook in die tweede klasse. We gingen uh, uh, georganiseerd door de familie Schaap uh, met de bus. Uh, uh, naar, uh, ...naar de uitwedstrijden toe. Als het niet te ver was, gingen we op onze bromfietsjes. Onze Poegen en tomossen En dan gingen we uh, natuurlijk het eerste helftal uh, aanmoedigen. Stukje geschiedenis, Hermes-DVS. Mensen ouderen hebben het nog over de Dammelaan. Toen kwam Harga, waar jij zelf hebt gevoetbald. Nu zit je op een nieuw complex. Laten we die laatste twee eens met elkaar vergelijken. Oei. Wij zijn nu, denk ik, uh, net zo trots op dit complex... Als uh, op, uh, op het allereerste complex van Harga, toen wij dat nieuw kregen. Uh, dat was natuurlijk ook een geweldig, uh, een geweldig veld, uh, geweldig clubhuis. Uh, en dat hebben we nu weer. Uh, er zijn wel wat veranderingen natuurlijk. Want uh, destijds was het clubhuis en het park was van ons. Uh, nu hebben we een samenwerking met, uh, met een stichting en met een gemeente. Uh, en daar moeten we onze weg nog wel in uh, zien te vinden. Ja. Hermes DVS biedt onder andere cricket en voetbal. Hoe verhouden je? Die twee zich tegenwoordig met elkaar? Als je het sportief bekijkt, dan. dan uh, ja, cricket is net uh, een paar jaar geleden gedegradeerd. Uh, maar ze spelen natuurlijk wel uh, nog steeds topklasse in. Uh, uh, in de hoofdklasse dan, uh, in, in Nederland. Uh, en we kunnen de weg wel terugvinden. Uh, dus sportief gezien gaat het cricket beter dan met uh, voetbal. Vierde klas uh, zaterdag. Waar bemoeit een goede voorzitter zich nou wel mee en waar vooral niet mee? Nou, een goede voorzitter die bemoeit zich vooral met het rijlen en zeilen van de gehele club. Als je denkt dat een algemeen voorzitter zich gaat bemoeien in de verschillende sportafdelingen, dan zal dat wel minder zijn. We hebben goed bezette sportafdelingen, die worden goed geleid, hebben allemaal een beleidsplan en hebben allemaal nog een ambitie voor de komende jaren. Ja, een algemeen directeur begeleidt het, maar niet meer dan dat. Je hebt het over de komende jaren. Uh, het is een slechte tijd, we hebben de coronaperiode. Hoe zie jij de toekomst van het amateurvoetbal zich ontwikkelen? Dat, uh, dat is een ingewikkelde. Uh, je ziet een enorm, enorme teruggang uh, in het amateurvoetbal. Uh, Hermes heeft zelf al een, een stap uh, gezet van de zondag naar de zaterdag. Je ziet een heleboel andere clubs dat ook doen. Wat is daar de voornaamste reden van? Uh, je, het, het, het leek wel een hype te worden uh, de afgelopen jaren om de zondag uh, te, in te ruilen voor de zaterdag. Ik denk dat het ook te maken heeft met veel jonge voetballers die liever op de zaterdag voetballen en dan de zaterdagavond voor andere activiteiten houden dan, uh, dan dat ze op zondag willen voetballen. Dat zal er ongetwijfeld mee te he maken hebben. Er is ook een terugloop uh, in aantal uh, clubs en teams. Uh, dus, dus die sanering die, die zal er ook mee te maken hebben. MSDVS heeft altijd beroemde voorzitters gehad. Wim van der Sloot, fantastische voorzitter. Wil van Wijk. Hoe gaat Martin Meijer zich in dat rijtje scharen? Um, nou, in ieder geval sta ik in het rijtje. Ik heb begrepen dat we vanaf 1884, er is nog enige discussie of we 25 of 26 voorzitters hebben. In ieder geval ben ik tot nu toe de laatste, de 25e of de 26e. Ja, ik, we gaan het zien. Natuurlijk, we, hebben, we dragen Hermes DVS allemaal een warm hart toe. En we gaan het proberen goed te doen.